neem bijvoorbeeld een probleem dat veel vrouwen tegenkomen, borstkanker. Daarvoor gelden op dit moment bij de meeste verzekeraars dat je tenminste 50 ingrepen per jaar moet doen. Maar er zijn ook al verzekeraars die 150 ingrepen per jaar eisen. Ja. Is de kans dat dat bij steeds meer ingrepen gaat gebeuren aanwezig? Ja, omdat je ziet dat de verzekeraars zich, om zo te zeggen, steeds verder buiten hun boekje begeven en zich gaat bezighouden met de praktijk van de geneeskunde. Het zijn de verzekeraars die nu gaan voorschrijven wat we moeten gaan opereren en hoe we moeten gaan opereren en hoeveel we moeten gaan opereren. Kortom, ze bemoeien zich steeds meer met de klinische kant van de zaak, terwijl ze van huis uit eigenlijk alleen maar verzekeraar zijn. En wat zou de verzekeraar in uw optiek moeten doen? Waarvoor hij bedoeld is, namelijk de ziektekosten betalen, waar de patiënt zijn premie voor heeft neergelegd. Dat is alles. Ja. Ze hebben natuurlijk wel gelijk als ze merken dat er in een bepaald ziekenhuis slechte resultaten worden geleverd. Dat patiënten veel complicatie krijgen, vaker terug moeten voor hetzelfde, omdat er iets mis is gegaan. En ze zeggen, luister, we hebben nu al 3 keer voor die patiënt zo'n operatie betaald. En in een beetje goed ziekenhuis hoeft zo'n patiënt maar 1 keer te worden geopereerd en dan zien we hem nooit meer terug. Dus er is kennelijk iets mis in dat ziekenhuis. Dat kan ik me best voorstellen. Maar je ziet dat de greep op de ziekenhuizen en op de geneeskunde van de verzekeraars steeds zwaarder wordt, steeds groter wordt, steeds ingrijpender wordt. Je ziet het nou bijvoorbeeld in Amsterdam, het Slotervaartziekenhuis, waar een complete oorlog is tussen het Slotervaartziekenhuis en de verzekeraar Achmea. Ja, daar is zelfs de bestuursvoorzitter is op non-actief gesteld tijdelijk, hè? Ja, die is op non-actief gesteld, omdat ze, zoals dat dan in de krant staat, solistisch te werk ging. En nu ken ik haar toevallig, persoonlijk, omdat ik ook geïnterviewd heb voor mijn krant, De Telegraaf. Het is een hele slimme en hele gehaaide zakenvrouw die over kapitaal beschikte en die dat noodlijdende ziekenhuis, het Slotervaartziekenhuis, dat al jarenlang in de ellende verkeerde en elk ogenblik op de wip stond om opgeheven te worden en failliet verklaard te worden, dat heeft ze opgekocht in 1 keer. Van de ene dag op de andere. Inclusief de schulden die het ziekenhuis had, inclusief zijn belastingachterstand. En in 1 dag tijd was zij dus zowel de eigenares van het ziekenhuis geworden, als de directrice van het ziekenhuis, als de voorzitter van de raad van bestuur. Ze was alles tegelijkertijd. Ze was de absolute baas. En dat is natuurlijk iets wat men in Nederland moeilijk accepteert, want tegenwoordig moet macht altijd gedeeld worden. En dat doe je dus door allerlei groepen bij elkaar te zetten en daar bestuursfuncties aan te verlenen. En zo krijg je dus een raad van bestuur en een raad van toezicht en nog zo'n stelletje van die raden. En zij deed het er eentje. Dan kun je zeggen, dat past niet meer in deze tijd. Maar het resultaat is natuurlijk wel dat je heel snel resultaten krijgt. En zij heeft kans gezien op dat noodlijdende ziekenhuis dat al jarenlang op de wip stond, in 1 jaar tijd uit de schulden te krijgen, nog sterker, binnen 1 jaar winstgevend te maken. Na 1 jaar had het ziekenhuis ongeveer 1 miljoen euro overgehouden. Dat is een hele knappe prestatie in een ziekenhuis dat eigenlijk al 3 keer failliet was verklaard. Dat is zij voor elkaar gekregen. En waarom? Omdat ze solistisch te werk ging. Zij kende de mensen persoonlijk, ze ging regelrecht op ze af en zei, luister eens, ik wil eventjes met uw zaken doen, zo en zo en zo had ik gedacht. Als u nou dit doet en ik doe dat, dan krijgen we dat mooi voor elkaar. En zo werkte dat. Er werden geen dagenlange vergaderingen aan besteed met een boek vol notulen, helemaal niks. Zo deed ze dat en zo heeft ze dus succes kunnen boeken. Nou ligt ze in de clinch met Achmea, omdat zij niet zoveel wil betalen als Achmea wel
vraag. En dan wordt ze opeens door haar eigen raad van bestuur en haar eigen directieleden, wordt ze opeens met een dolk in de rug gestoten. En iedereen roept, ze is veel te solistisch te werk gegaan. Dit kan zo niet, dit is niet democratisch genoeg. Dit is buiten ons omgegaan en dit. En ze hebben haar aan de kant gezet. Van de ene dag op de andere.